Dit is het Kale Appelhuis aan de Dappermarkt in Amsterdam. En dit is dit zijn 4 short stay appartementen voor kunstenaars aan de Rijksacademie. Maar het is ook nog een mini-museum. Dus de kunstenaars die wonen hier 11 maanden per jaar. En daarnaast is het 1 maand per jaar een museum. Dus dan transformeert de hele ruimte. En dan exposeren de kunstenaars hier hun werk. We waren door de opdrachtgevers gevraagd om een bijzonder huis te maken in de stijl van Karel Appel of in de geest van Karel Appel. Dus je wil wel iets maken wat wel heel erg sprekend is en kleurrijk en bijzonder. Maar tegelijkertijd moet het veel verschillende bewoners aanspreken. Het is 30 vierkante meter, het is minuscuul. We hebben eigenlijk gekeken hoe kun je met zo minimaal mogelijke ingrepen toch een ruimtelijk effect creëren. Waardoor je wel degelijk als je wilt één grote open ruimte houdt. Maar toch ook verschillende kamers zou kunnen creëren. Ik denk dat we wel degelijk als ontwerpers en architecten heel erg geloven in schoonheid. En dat iets heel erg mooi moet zijn, waardoor mensen er gewoon van gaan houden. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk zo met de architectuur dat het begint pas eigenlijk als de architect ermee ophoudt. Zo, jij bent klaar en vervolgens gaat het gebeuren, want dan gaat de bewoner ermee aan de slag. En daar zijn wij ons gewoon heel erg van bewust.